Ja, Nederland speelt de laatste wedstrijd nog tegen Noord-Macedonië, maar is al geplaatst voor de knock-outronde. En dat hebben we natuurlijk voornamelijk te danken aan de uitblinker, oud-Spartaan Denzel Dumfries. En dat hij zo goed is geworden, is mede te danken aan deze man. Strekken. Hoe ben je met Denzel Dumfries in contact gekomen? Via mijn neefje, Daniel Esaias. Die speelde toen samen met hem bij Barendrecht. Dat is een goede vriend van hem. En die heeft hem hier naartoe verwezen. En toen zijn we ermee aan de slag gegaan. Hij heeft zich spectaculair ontwikkeld. Wat trof je aan toen hij voor het eerst hier was? Nou ja, dat zijn ook zijn woorden hoor. Iemand die heel veel krachttraining gedaan had. Te veel krachttraining. Waardoor je loopvermogen achteruit gaat. Want ga je veel krachttraining doen, dan gaat je lopen achteruit. Het zou hetzelfde zijn als een atleet. Bijvoorbeeld op de 400 of 800 meter heel veel in de kracht op gaat, dan weten we, atleten weten uit ervaring, dan ga je minder presteren. En dat was het geval bij Denzel. Het belangrijke is dat ik hem losgemaakt heb. Hij moest los worden. Ik vind Haaland van Dortmund vind ik een mooi voorbeeld. Die man is een oud verspringer. Hij is weliswaar, dacht ik, in de 1,90, maar het is echt een atleet. Je ziet dat hij verspringen gedaan heeft. En bij Denzel hebben we heel veel oefeningen gedaan, coördinatievormen, lenigheidsvormen. Dan komt het lichaam los en dan kan hij rennen. Ja, goed zo. Wijs hem na. En niet hier eindigen met je arm, want dan gaat die bal daar. Nee, de bal moet daar eindigen. Ja? De trend is tegenwoordig om heel veel in de kracht om te gaan, om veel krachtoefeningen te doen. Maar ik zeg altijd, volgens mij moet je veelzijdig ontwikkeld raken en dan moet je veel lopen. Je moet veel bewegen, je moet lenig zijn, je moet een goede coördinatie hebben. Dat zijn dingen die zijn heel belangrijk. Krijgen ze dat soort oefeningen dan niet op hun club? Want je zou zeggen PSV, Ajax, Feyenoord zijn topclubs. Hebben ze daar niet de specialisten met de kennis in huis? Nee, ze hebben niet de specialisten. Ajax heeft wel natuurlijk een specialist. Dat is Troy Douglas. Dat is een oud sprinter. Die heeft bijvoorbeeld met De Ligt, noem maar op, met al die mannen heel veel gedaan. Maar andere clubs hebben dat niet. Ja, de club is natuurlijk niet positief. Dat begrijp ik aan de ene kant wel. Maar ik zou zeggen, van als je de kennis niet in huis hebt, ga informeren, ga kijken. Ik heb wel eens PSV is hier geweest, bij ons Heerenveen is hier geweest om te kijken wat we met Denzel doen. Dus dat is natuurlijk wel positief. Als ik hier naar buiten stap, dan zie ik de Kuip. Dan zou je zeggen 1 plus 1 is 2. Het zou heel mooi zijn als Feyenoord gebruik zou maken van jouw diensten. Heb je veel contact met Feyenoord erover gehad? Nee. Ja, ik heb wel eens een aantal gesprekken met mensen gevoerd van Feyenoord, maar die vonden het niet nodig, want ze zeggen dat ze zelf dat kunnen bieden. Dus ik heb ook bijvoorbeeld met Henk Vreese gesproken, maar ook geen interesse. Ja, men vindt het niet belangrijk, blijkbaar. Het zou toch zonde zijn als je daar geen gebruik van maakt? Ja, oké. Natuurlijk is het zonde. We hebben Jan-Arie van Heijden. Toen hij hier trainde, werd hij Jan Schari genoemd. Die heeft hier ontzettend goed gepresteerd in het jaar dat Feyenoord kampioen werd. Maar toen is er ook niemand van Feyenoord komen kijken. Dus ik verwacht niet dat mensen van Feyenoord komen kijken of überhaupt de samenwerking willen aangaan. De oefening die we heel vaak doen, is deze oefening waarbij je dus draait. Of deze oefening, roem, waarbij je heup elke keer meeneemt. Dus we doen dus dit Jochem, en dan boem. Ja, dus je heup moet echt. Boom. Hoe zit jij deze dagen naar de wedstrijden van Oranje te kijken? Heel gefocust op Denzel. Ik zeg altijd, ik heb geen verstand van voetbal, ik heb geen verstand van tennis, van atletiek wel, zeg ik dan. Maar ga me niet vragen hoe die tactisch moet spelen, want daar bemoei ik me niet mee, heb ik geen verstand van. Maar ik weet wel, als hij een sprint had kunnen winnen, of als hij een sprint niet had kunnen winnen. Of hoe had hij moeten reageren, daar zijn dingen waar ik natuurlijk op gefocust ben. En jeuken je handen dan wel eens als je medespelers andere dingen ziet doen? Ik noem bijvoorbeeld een weghorst dat je denkt, hey, die kan ik misschien ook beter maken. Ja, ik erger me verschrikkelijk. Ik zie dat daar veel meer uit te halen valt, puur in het bewegelijke. Je ziet dat hij, daarom geniet ik van een Frenkie de Jong. Je ziet gewoon dat daar, dat is een en al elastiek. Zo moet een speler spelen, vind ik. Lekker los, bewegen, om je as draaien.